Afgelopen weekend verzekerde Lierse zich door middel van een scoreloos gelijkspel tegen OHL van een verlengd verblijf in eerste klasse. Het geleverde spel was minder positief en zorgde voor een na afloop zichtbaar geïrriteerde trainer Stanley Menzo. Enkele dagen later zijn die emoties al iets wat afgezwakt. Ja, het gevoel is wel een stuk minder, maar ja, het leeft nog steeds bij mij. Ik heb er toch geen goed gevoel overgehouden aan de wedstrijd van afgelopen zaterdag, ondanks dat je jezelf veilig speelt. Dat is het positieve na zaterdag. We hebben ons mathematisch verzekerd van het behoud en kunnen ons zowel goed op tijd voorbereiden op volgend seizoen. Ja, dat is eigenlijk ook wat nu moet gaan overheersen, volgend seizoen. En, niet alleen volgend seizoen. Het seizoen goed afmaken. Er zijn nog genoeg wedstrijden waarin spelers zich kunnen ontwikkelen. Waarin spelers de kans zullen krijgen om te spelen, om te laten zien dat ze het niveau aankunnen. Maar ook spelers, minuten gunnen omdat ze het hele jaar goed hebben getraind, altijd stand-by hebben gestaan. En nu gewoon wat minuten gunnen. De andere jongens gaan een kans krijgen om te laten zien dat ze het niveau aan kunnen. En ons laten zien dat ze eventueel volgend jaar mee kunnen. Enkele van die jongens zijn de academiespelers, die na heel wat wedstrijden bij de belofte nu ervaring mogen opdoen op het hoogste niveau. Maar ook de andere spelers is Menzo niet vergeten. Ja, dat klopt. Jongens van de academie, maar jongens als Suleman, als Hamari, Jimmy, die hebben het hele jaar eigenlijk stand-by gestaan. En als we ze nodig hadden, stonden ze er. Maar ze hebben voornamelijk stand-by gestaan. Ja, die mag je nu ook belonen met wat minuten en ze minuten gunnen om zich te laten zien. Stanley Menzo was al langer, samen met sportief directeur Thomas Radzinski, bezig aan het vormgeven van de kern voor volgend seizoen. Nu we gered zijn, kan dat concreter worden. Wat hebben we nodig? Wat kunnen we nog gebruiken? Wat is goed? Wat moet blijven? Daar zijn we gewoon nu mee bezig zijn. We hebben de tijd ervoor. Vorig jaar, als ik het goed heb begrepen, was het anders, pas op de laatste speeldag geloof ik. Ja, nu heb je tijd genoeg. We zijn een weg ingeslagen en daar moeten we op voortborduren. En dat wil zeggen dat we moeten zorgen dat we volgend jaar nog meer stabiliteit krijgen. Misschien nog betere spelers. Ja, als je door wil groeien moet je doorselecteren, moet je betere spelers aan je binden. Maar niet vergeten dat je ook spelers de kans moet geven om zich te ontwikkelen. En dat is eigenlijk nu wat nu gaat gebeuren. Spelers de kans geven om te zeggen van ja, ik kan er volgend jaar ook gewoon bij zijn. Ik pas in het plaatje van Lierse. Zaterdag trekken we naar Charleroi. Die club heeft zich zo goed als verzekerd van play-off 2. En dus staat er haast niets meer op het spel. Dat kan wel eens voor een open wedstrijd zorgen. Ja, wij willen gewoon ook die wedstrijd winnen. Gewoon puur voor de klassering. Puur voor de ontwikkeling van het elftal. Ik vind dat we ons voornaamste doel hebben bereikt. Maar er zijn nog meer doelen die je kan bereiken en waar je naartoe kan werken. En een ander doel is op dit moment gewoon zo hoog mogelijk eindigen in de rangschikking. Dus moet je gewoon van Charleroi proberen te winnen en Lokeren ook. Dat is zo simpel is het eigenlijk.